Danielle, hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Goed. De eerste seizoen gedraaid. Ja, want wanneer was je ook weer open gegaan? Half juni. Ja, ja. Dus dat is, ja, dan heb je eigenlijk echt het hoogseizoen meegepikt. Ja, net helemaal meegepikt. Dus volop in de drukte gerold. Eerst natuurlijk super spannend. Ja. Net toen kwamen de recensies lekker binnen en toen dat gaat allemaal goed. Volle bak van de zomer, ja. Ja, want het kan nog even heel kort. En waar kwam je ook weer vandaan? Want jullie zijn natuurlijk geen Zeeuwen van oorsprong. Nee, en nee. We komen uit rondom Berg op Zoom. Ja. Ja. Dus voor jullie was, en jullie kenden de stad wel al, maar in die zin was het natuurlijk heel spannend om te ervaren hoeveel toeristen dan komen, hoeveel mensen hier willen slapen. Ja, dat was super spannend. Ja. En jullie hebben heel veel zelf verbouwd. Ja. Dit is, want het is het oude huis van de familie van de Bergen, van Sjaak zeggen we dan altijd maar. Ja, precies. Dus jullie hebben het echt goed aangepakt, toch? Ja, we hebben het flink druk aangepakt, ja. Ja, echt. Maar is het allemaal naar je zin nu? Want ik weet nog wat je toen ook zei, van bijvoorbeeld de kelder, dat zou je later doen. Dat is nog, ben je daar nog steeds mee bezig? Nee, we hebben nog steeds gewoon lekker als opslag. Precies, ja. En de zesde kamer als hiernaast dan als washok nog. Ja. Dus nee, daar stellen we nog eventjes uit. Ja, de eerste seizoen was super druk en nog steeds, het is herfstvakantie weer. En, zijn er weer veel boekingen? Ja, het is onvol. Zijn het van Nederlanders of zijn het Duitsers? Toevallig deze week allemaal Italianen heb ik. Italianen, ja. Dat hoor ik die niet voor het eerst. Die werken hier, ja. Ja, die moeten hier ergens zijn en die werken dan. En dan, dus die zitten de hele week hier. En voor de rest, je merkt bijvoorbeeld volgende week is weer ik zag ook echt al overal Duitse mensen. Dus die zijn ook weer, kan ook inchecken. En Het is nu Noord-Rijn-Westfalen heeft nu vakantie, dat is de eerste regio, maar dat is ook gelijk een van de grootste regio's. Ja. Dus die zijn massaal. Massaal. Ze net ook al over de koppen lopen op de markt. Ja. Ja. Dat is echt niet normaal. Ik was gisteravond ook nog even naar het strand met de hond. Ja. Alleen maar Duitse mensen. Dat is ook Zeeland. Ja, dat is ook Zeeland. Daar geniet je een beetje van de stad, want je vriend die heeft zijn eigen baan, dus die bemoeit zich waarschijnlijk niet veel met het. Nee, die doet lekker zelf QVation natuurlijk. En dat was ook best wel druk, want die heeft natuurlijk dat overgenomen, eigenaar geworden, toen wij ook net dit gingen openen. Oh, hij is daar echt eigenaar van? Hij is echt eigenaar van, ja. Ook net toen we de opening hadden, zeg maar. Dat was allemaal in die tijd. En zij maken helikopterplatformen, hè? Dat is... Zij maken helideckverlichting. Of de verlichting ervan. De verlichting ervan, ja. Dus de verlichting van de helideck en van landingsbanen, maar ook voor bijvoorbeeld windmolens en obstructieverlichting voor gebouwen. Dus, ik wil ook echt een keer bij hem gaan kijken op zijn bedrijf, want dat is ook weer, ze zijn ook een keer een bedrijf van het jaar geworden. Ja, klopt. En het is gewoon onwaarschijnlijk business dat er bestaat ook en dat dan ook in Middelburg zit. Ja, precies. Ja. Dat is ook eigenlijk, het is echt een niche-markt. Er zitten maar, geloof ik, 7 van op de wereld. Dan ben je dus ook meteen geen monopolie, maar dan heb je gelijk een goede, als je het goed doet, dat wel. Ja, precies. Maar goed, dat is hij. Jij runt dit vooral en je zei toen al van, je droomde er altijd wel van om gastvrouw te zijn. Ja. Het liefst zou je hier nog een restaurant, café in beginnen of zo. Het liefst wel, ja. Maar dat zit er waarschijnlijk niet in. Nee, helaas. Maar je hebt hier wel gezellig ontbijtruimte, noem maar op. Dat wel, absoluut, ja. Dus het is een blijvertje, Het is een blijvertje, En we zijn nu ook bezig met, we dachten in de winter misschien wat leuke extra dingetjes. En nu willen we ook high teas, vandaar ook die sneeuwvlokjes, willen we high teas eigenlijk gaan doen. Dus, en ik ben ook met Ying bezig, met de diner, zeg maar, in de avond. Deze plek is natuurlijk super leuk om even alles te doen. En bijvoorbeeld Hans van de Steegtochten, die zie ik ook, wat doet hij, de steegjes en stegen. Ja. En dat slaat wel zinnig aan. Gedaan. Ja. Volgens mij doet hij dat hier bij de Zwarte Ruiter onder meer. Oké, en die vonden echt geweldig, die mensen. Ja. Die zei echt, dat is echt leuk, dat moet je zelf een keer doen. En Hans die werkt met alles en iedereen samen, dus misschien staat hij daar ook wel voor open. En, jullie zitten natuurlijk ook op een mooie historische plek, vlakbij de Oostkerk. Dus, precies. Als je dat een beetje neerzet en af en toe een eventje, dan zet ik het ook weer in de agenda van, waar zijn ze dan toch? Oh ja, dat is wel heel leuk. Dat is heel leuk. Maar dan ben je nu een beetje aan het uitvoeren. Aan het opzetten, ik heb de producten al geproefd en alles. En, dat is wel heel leuk, ja. Dus, Ja, je kijkt er blij mee. Dus, ja. Ja. Ik wil suik eten, nee. Ja. Ja, dat is leuk, dus je blijft ondernemen, maar dan inderdaad in je huis. En daar verklapte je vorige keer heel kort iets over. Maar dat is een jouw zus, nee? Dat is mijn schoonmoeder. Oh, je schoonmoeder, ja. Ja, die maakt alle schilderijen ook, heeft ze hier gemaakt. En haar droom is echt om een kunstgalerie ook te hebben. Ze zei van dat is een prachtig pand daar. Dat, de Vier Heemskinderen, toch? Ja, de Vier Heemskinderen van Hendrik de Keizer. En dacht, als we daar een mooie kunstgalerie kunnen starten.
Dus hebben ze geschilderd en nu wordt vrijdag de verlichting echt opgehangen. Speciale verlichting voor de... Oh, dat wil ik wel zoals. Mag je daar wat foto's maken voor even als nieuwtje? Ja, dat is superleuk. Absoluut. Wat wanneer zou die open moeten gaan? Dat weten we nog niet zeker. Een beetje van de winter wel. Oké. Okay. Nou, we durven nog niet echt een datum te noemen. En het ligt ook een beetje aan, ze gaan natuurlijk kunstenaars verzamelen verder. Hey. Superleuk. Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja. En ook weer dan op een mooie locatie. Ja. Ja. Maar dan ga jij je verder niet mee bemoeien? Het is wel een soort van, dit wordt al een beetje een verlengde van. Dat mensen ook hier gewoon even kunnen kijken naar de schilderijen, zeg maar. Ja. Maar dat is echt wel, we doen het allemaal samen. Maar ik focus dan weer meer hierop en mijn schoonhuis focust zich dan weer meer daarop. Precies. Dus lekker verdelen, ja. Ja, want je schoonhouders hier ook heel veel met schilderen en de verbouwingen toen. Ja. Ja. Alles, ja, die hebben alles gedaan. Dat is wel fijn, dus het zo binnen de familie allemaal kan regelen. Ja, en jullie hebben dit nu weer, dus... Ja, precies. Iedereen lekker zo... Jullie zijn echt wel gesetteld hier in de stad. Ja, absoluut. Nou, dat is goed om te horen. Echt heerlijk hier. Nou, jullie zijn ook lid geworden van de Vereniging Ondernemers. Ja, klopt dus, inderdaad. En dat is ook altijd goed. En die betalen mij onder meer, dus daar ben ik blij mee. Ja, okay, dat is lekker. Ja. Nou, dankjewel. Of heb je nog iets zelf toe te voegen? Nee, ja, we hebben super veel zin om lekker verder te gaan runnen. En enorm benieuwd naar de opening van de kunstgalerieën. Ja, daar kom ik dan ook weer graag kijken. Ja, als het wel goed. Dan lopen we daar nu even naartoe nog en maak nog even foto's. En dan, ja, dat is goed. Ja, top. Top, dankjewel.